Rogier, je bent nu aan de telefoon, nog steeds in Varkenswaard, waar het ook nog steeds brandt. Jij was er vrij snel bij vanmorgen. Wat is jouw indruk van de hulpverlening? Nou ja, toen ik hier aankwam, dat was rond 10:45. Toen was de brand natuurlijk al 1,5 uur aan de gang. Op dat moment zag je heel veel brandweerlieden die dus aan het blussen waren. Er werden er ook al mensen op afstand gehouden. Maar ik heb mensen gesproken die de periode daarvoor ook al hebben meegemaakt, vlak nadat de brand was uitgebroken. Ja, en die zeggen er was maar één wagen kwam er te plaatsen en op een gegeven moment was er zelfs geen water. Ja, als dat nou anders was gelopen, dan had het waarschijnlijk helemaal niet zo groot geworden. Dus ja, er is wel wat kritiek, zeg maar, op de hulpverlening in het eerste half uur, zou ik maar zeggen. Ja, is er ook al iets meer bekend over de oorzaak van de brand? Nee, over de oorzaak is nog niks bekend. Ja, wat Alice straks ook al vertelde, er was dus een brandende pallet bij het bedrijf. En kort daarna zou alles in de hens zijn gevlogen. Dus de oorzaak is niet bekend. Mogelijk die pallet in brand is gevlogen. Heeft de gemeente al iets kunnen zeggen over wanneer mensen nou weer naar buiten mogen in de buurt van het industrieterrein en wanneer ramen en deuren weer open mogen? Nou ja, ramen en deuren die moeten dus gewoon nog gesloten blijven, maar mensen lopen hier wel gewoon buiten, want ze willen natuurlijk weten wat er gebeurt en dat trekt ook een heleboel mensen die hier gewoon een kijkje komen nemen. Dus ik vind het niet verboden, maar de gemeenteraad is wel aan om die ramen en deuren dicht te houden en hoe lang het gaat duren. En wanneer bijvoorbeeld bewoners weer terug mogen naar hun huis, dat is nog helemaal niet bekend. Dus mogelijk moeten ze misschien wel daar in die sporthal de nacht door gaan brengen. Oké, maar daarover gaan we meer horen als straks de gemeente nog een persconferentie geeft, hè? Ja, 6:30 geeft de gemeente weer een update en de laatste stand van zaken. Dus dan horen we mogelijk hoe het verder gaat met de mensen die geëvacueerd zijn.